Je zou eens een foto moeten maken. Ja, als je jezelf als man weer terugvindt in een of andere winkelstraat met je handen vol tassen. Terwijl je met zo'n glazige blik achter je eigen vrouw aan zocht. En met maar één gedachte in je hoofd van saboteren deze handel. En maak er eens een foto van. Van klitsklats. Dat je even kunt kijken van ja, en hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waar is die tijd gebleven dat we nog verliefd pinkie aan pinkie aan het rondflenteren waren? Wegdromen bij grote etalages en naar dit. En tuurlijk, en ik weet, en maar zelfs met zoiets afgezaagd als winkelen met je vrouw. En dat kun je met liefde doen. En geloof me, ik weet er alles van. Alles, alles. En op de een of andere manier, ik trek altijd vrouwen aan die van winkelen houden. En als ik zeg winkelen, bedoel ik winkelen. En als ik met die vrouwen in de stad ben, kom ik niet eerder die stad uit voordat alles dicht is. Alles. En tot die laatste rolluik is op. Zelfs als een rolluik dat het hier open is, gaat het nog. En actie, en actie, en actie. En we zijn binnen, we zijn binnen. En natuurlijk, en ik ben een man. En ik ben ook jarenlang, ben ik waarschijnlijk onbewust bezig geweest met saboteren. Ik had maar één doel. Als ik met een vrouw in de stad was, het tempo hoog houden. Het tempo zo hoog mogelijk. En sowieso makkelijk, maar als je tempo hoog houdt, en raakt ze toch een beetje buiten adem. Kan ze niet de hele tijd, nee. Maar waar het om gaat, het is die hele simpele mannenlogica. En dat jij denkt, nee, als ik het tempo hoog hou, zijn we snel klaar, snel thuis. Moet je niet doen. Ik was alleen maar bezig met tactieken. Dat ik dacht, oké, als ik in de stad kom, ik moet niet mijn auto in de parkeergarage zetten. Ik moet hem ergens neerzetten waar ik geld kan bijgooien. Ik moet een tijdsdruk creëren. Ik was alleen... Ik heb de H&M. Ik vind het een goede winkel. Echt, een goede winkel. Goed gesorteerd. Wat een goede winkel. Maar 3,5 uur is lang in één winkel. En wat ik dan deed, dan nam ik mijn toenmalige vriendin. Die nam ik dan mee naar een schaakwinkel. En dan ging ik 1,5 uur lang dampstenen met elkaar vergelijken. Gewoon om haar een keer het gevoel te geven hoe dat voelt. Fout, maar dat vond ze ook leuk. En met snuffelen is snuffelen. En nu pas weet ik dat je als man je leed met trots moet dragen. En je schouders recht, borst vooruit. Lopen met die tassen door die winkelstraten. En ook steun zoeken bij andere winkelende mannen. En dat je elkaar ook groet. En wat motorrijders ook altijd doen. En dat je de mannenwinkel groet hebt van een... Ja. Tekentjes afspreken met elkaar. En daar een man komt aanlopen met zijn vrouw, met zijn vriendin. En ik zet mijn tas neer en ik ga krabben op mijn knie. En dat betekent niet doorlopen. Zijn er snuffelbakken, uitverkoop. Loop om, loop om. Loop om, loop om. Het is zo lekker. Als je ineens voelt dat je als man vol zelfvertrouwen kunt lopen met die tassen. Maar die hengsels zo van in je vingers snijden. En wanneer je zo vol zelfvertrouwen in zo'n winkel kunt binnenlopen. En dat je dan één man ziet zitten. Zo naast een pashoekje. Met maar één blik in zijn ogen. Help. Help mij. En met het ene tasje dat jij zo lekker kunt denken. Ja jongen, jij bent voorlopig gewoon niet thuis met het ene tasje. Het nu bij een klitsklats en een foto. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat is ook even tussendoor. Nee, ik doe het. Maar voor mij doet dit. Ik heb altijd, als ik op de foto ga, mijn beste foto's zijn altijd als ze die zomaar nemen. Maar als ik echt voor ga staan, ga ik altijd zo staan zoals ik denk dat andere mensen mij zien. En ga ik intelligent wil ik dan overkomen of wat je ook wel eens hebt, als je echt een nacht bent doorgegaan, je hele kop zijn de kreukels. En dan kom je voorbij een spiegel, is altijd even dit. En dan hoep, en dan ga je weer. Ken je dat raar, hè? Bij je in elkaar zitten van...